Welkom bij Rob's Healing Sessions. Rob's Healing Sessions zijn niet bedoeld ter vervanging van een huisarts, een arts, een specialist. Heb je ergens last van, ga gewoon naar die arts, die specialist. Laat je onderzoeken. Vindt de specialist niks, vindt de huisarts niks. Dan kun je terechtkomen bij Rob's Healing Sessions. Nou, wat gaan we doen vandaag? Ik ga samen met jullie een oefening doen. Een oefening die veroorzaakt dat je negatieve energie uit je buik, maaggebied kwijtraakt. Om die oefening te kunnen doen, moet je je voorstellen, het is een oefening van visualiseren. Je stelt je voor dat je handen magneten zijn. Die magneten zijn zo krachtig dat ze negatieve energie uit jouw lichaam kunnen trekken. Dat is wat we gaan doen. Je legt je linkerhand met de handpalm open. Je kijkt in je handpalm, leg je in je schoot. Maar nee, geen schoot, maar vandaag even wel. De rechterhand die leg je met de handpalm naar beneden. Dus je kijkt op de rug, de dichte kant van je hand. En dan zet je duim tegen dat puntje hier van je ribben. Dan zet je duim. Nu stel je voor, dit zijn twee magneten, die handen. Stel je voor dat er hier een soort cirkel is van ongeveer 30 centimeter. 25, 30 centimeter. Oké. Die handen die trekken in die cirkel van 30 centimeter... trekken ze de negatieve energie uit je lichaam. Nou, laten we afspreken dat negatieve energie zwarte energie is. Dat is het makkelijkst. En door dit soort zo te houden en je voor te stellen dat die negatieve energie zo tussen die handen door naar buiten komt. En je houdt die handen gewoon op zijn plek zo. Die negatieve energie komt eruit. Maar op het moment dat die negatieve energie jouw lichaam verlaat, wordt het goudkleurige energie. Het voordeel daarvan is dat je niet jouw omgeving vervuilt met zwarte negatieve energie. Nee, je hebt het omgezet in jouw lichaam. Op het moment dat het eruit gaat, dan wordt het goudkleurige energie. Nou, dit stuur je in jouw huis. Je kan dit liggend in bed doen. Als je last hebt van je buik, van je darmen, van je maag. Je kan het zittend in een stoel doen, dat maakt niet uit. Nou, stel je voor dat je dit gaat doen. Je ziet dus een aantal dingen tegelijk. Je ziet die negatieve energie eruit komen. Zwart, maar het is goudkleurig zodra het je lichaam verlaat. Dan heb je het al getransformeerd. En je ziet die handen hier die magneetwerking hebben. Nou, je kan bijvoorbeeld je ogen dicht doen als dat makkelijker is voor je. Makkelijker om je te concentreren. Je doet je ogen dicht. Je stuurt die energie eruit. En je voelt een gerommel ontstaan in je buik, in je maag. Je voelt dat er komt een beetje lucht in. Er komt wat druk gaat eruit, wat spanning gaat eruit. En het is een kwestie van langer doen. Als je al heel lang rondloopt met pijn in je buik, pijn in je maag, daar grote druk op je middenrif. Als je daar lang mee loopt, dan zal het langer nodig hebben voordat al die negatieve energie eruit is. En soms duurt het wel een uur of langer, net zo lang hoe lang jij het wil of kan volhouden voordat al die troep eruit is, al die negatieve energie. In ieder geval, je voelt dat pijnen gaan verdwijnen en je krijgt een betere energie. Je voelt je luchtiger worden en je kan zeggen, nou ik doe het iedere dag een uurtje of voordat ik naar bed ga 's avonds, terwijl ik lig in bed, doe ik het even een uurtje. In ieder geval, dit is een mooie oefening als een soort onderhoudsoefening om jouw lichaam schoon te houden. Zodra je allerlei gesprekken hebt gehad met mensen waar je bent volgelopen met negatieve energie, of je zit erg in de stress, in de spanning, je hebt een drukke dag gehad, is dit een prachtige manier om de negatieve energie op te ruimen uit je lichaam. Je sluit de oefening af door even te wrijven over jouw buik. Je kan voor jezelf dan visualiseren dat het proces dan is afgelopen. En je hebt die buik weer gesloten, je energie blijft niet continu eruit stromen. En nou, dit is eigenlijk een fantastische methode om van heel veel kwalen in je lichaam af te komen. Ik hoop dat ik jullie er verder mee heb kunnen helpen. Ik wil je bedanken voor het kijken en veel succes met deze oefening. Dankjewel, graag tot de volgende keer. Van dingen die jij voelt, waar je last van hebt, die niet aantoonbaar zijn door een arts, een specialist. Oké, we gaan het vandaag hebben over burn-out. Wat is nu eigenlijk burn-out? Nou, burn-out, overspannenheid, maar ik vind burn-out een betere uitdrukking.